Met ruim 40 workshops per week en deelnemers uit alle windstreken barst het jongere project Let's Go Urban stilaan uit zijn voegen. Bezielster Siham El Kawakibi droomt daarom van één vaste plek in de stad. Ze heeft haar oog laten vallen op Parkspoor Noord. Er is een evenementenhal in Parkspoor Noord. Ik zal er heel graag een derde van, uh, ja, een, een omtover tot een urban center. Het staat nu leeg. Creatieve economie kan daar perfect plaatsvinden in combinatie met onderwijs, in combinatie met jongerenwerking, ondernemerschap. Dus een uh, een mooi nieuw plan, denk ik, innovatief voor Antwerpen, ja. zowel sociaal innovatief als cultureel innovatief om. Uh, op een waardevolle manier, ambitieuze manier te investeren ja. in de nieuwe generatie. Zo'n urban center kan er op termijn best komen, klinkt het bij de stad. Wanneer het parkspoor Oost langs de spoorlijn aan Zurenborg ontwikkeld wordt, kan het project er permanent onderdak vinden. Siam heeft daar heel veel gerealiseerd afgelopen jaar. We willen dat graag ondersteunen. we zijn nu aan het kijken welke locatie daar het best beschikbaar voor is. Een grote mogelijkheid zou eigenlijk zijn Parkspoor Oost. Dat wil zeggen het nieuwe terrein dat we willen ontwikkelen en waar zij eigenlijk een mooi onderkomen zou krijgen. Wat er ondertussen kan gebeuren, dat gaan we samen met haar bekijken. Tot het zover is, vinden de activiteiten van Let's Go Urban verspreid over de stad plaats.